Iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van deze OZO's Woede Survival met Diede. Hallo. En met mij, natuurlijk. Ja, en de mensen van mijn kanaal, oftewel geen kanaal, abonneer, die zitten nu te denken van, Diede, waarom heb je een X-ray texture pack? Nou, de vorige keren ben ik super vaak dood gegaan, omdat ik nog steeds geen cave heb kunnen vinden. En toen ging. Nu mocht ik van Tom, mocht ik wel heel even gewoon de X-ray texture pack van hem even gebruiken. Die geef ik niet meer terug, want het is gewoon kopiëren. Maar nu blijkt dus dat ik, ja, gewoon echt twee blokjes had ik hoger moeten zitten en ik had een ravine tegengekomen. Aan deze kant, dus dat ga ik even fixen. Maar ja, dus ik, ja, dat ga ik even fixen. Dat is het Ja, plan. want anders ging die in de huilen en dan ging hij zo van, ah, ik wil niet Nee, meer maar anders is er geen leven. zak meer aan op mijn kanaal, weet je wel? Dat is zo kansloos. Dan zie je alleen maar Nou, dat vind ik kutdingen. eigenlijk wel goed, want dan gaat iedereen op mij abonneren en dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Ja. En ik zie creepers en het wordt meteen heel episch. Creepers. Episheid. Oh. Wacht even. Waar heb ik nog? En zombievlees. Huppakee, Serieus, hout. zit er een... Oh nee, die had ik al gezien dus. Dan ga ik de cave in en dan sluit ik de pack weer af. Dat was nou oké. Huppakee, zo. Gevonden, gelukt. Dat ding is. Ja, wat? Hoe bedoel je met gevonden? De ding. De cave ding. Ja, ik heb hem wel gevonden volgens mij. Oké. Het ziet heel gek uit, want het lijkt net alsof het dinges is. Oké, wacht even. Ik heb hem gevonden, jongens. Yeah, we found him. Dus nu gaan we even naar Oh, wacht. bronpakketten, wat echt een kutnaam is. En dan doe ik even mijn deskcape, 1.7. Gereed. En dan gaat hij laden, jongens. Gaat hij laden. Het ziet er heel spannend uit. Ik weet het, er gebeurt niks. Alleen mijn muis beweegt, maar dat maakt niet uit. Ah, yes. Gereed. En ineens zitten we in een wereld waar alles donker is. Nou, Pom, pom, pom. voor Oh, de shit. mensen Ik die moet nog nou even naar boven voor wat hout. Hout. die denken gewoon van waarom plaats je nu geen torch? Dat werkt niet. Ik heb het echt heel vaak gedaan. Maar als je dan zo'n torch plaatst onder zo'n hele grote toren met flint, met gravel, krijg je gewoon letterlijk geen flint. Oh ja, gaat voor de flint. Ik ga voor de flint. Want jij bent al op nether niveau bijna. Of op nether, je gaat richting nether. Nou, ik heb nu net even zo'n poort in de fik gestoken hoor. Oh Dus god, jongens, jullie zien het. Ik moet een enorme achterstand inhalen. Fucking hell. Oh, Daarom, need to go jongens. deeper. Als Daarom het is. mag die er nog even een klein beetje geholpen worden. We moeten dieper! Dieper! Dieper. That's what she said. Dat wou ik net zeggen. En ik heb een. We zijn zo voorspelbaar. Ja, eens kijken. Ik heb een leuke. Nou, het is best wel een. Laten we zeggen, een dichte. Netherspawn. Ik zie alleen niet zo snel een kasteeltje. Dat is wel weer jammer. Oh, wauw, een creeper en ik zit in het water en oh shit. Wow, ik ben bijna weer dood. Zo doen we dat, jongens. Ik heb geen eten. Dat is niet chill. Ik trouwens ook niet. Wow, fuck, ik ga bijna weer dood, joh. En ik heb nog een Oké, kippenfarm. ik Die ga moet ik weer naar eigenlijk. boven. Ik heb een cave gevonden. Ik ben bijna weer dood. Kijk, zo doen we dat, jongens. Ja. Zo doen we dat. Het is gewoon die de stijl. En ik lag Oprecht een die de beetje. stijl. Niet Oké, top. we gaan even. Even wat broodjes maken. Want deze keer ga ik even voor de hele lange tijd. Moet ik even niet doodgaan, want het kost allemaal tijd. Dus dan moet je heel snel allerlei dingen gaan doen. Zoals dit. Oh, dat was kansloos. Ik wou ze van. Oh, mega ineens. Is het graan. Of tarwe, wat is het Nou. eigenlijk? Tarwe, ja. Alleen, het was nog niet. Weet je wel, dan is het nog een andere fase. Ik was met boomwiel bezig, weet je wel. Oh ja, zo ja. Zo ongeveer. Maar weet je wat leuk is? Ik kom precies uit met brood. Nou, geweldig. Ik heb er één over. Ik vind trouwens dat je dat best gek is dat je brood moet maken en niet moet Ja, in eten. plaats van dat je gewoon wiet in de oven stopt. Dat is best wel gek, inderdaad, ja. En ik kan dan niet meer rennen, zeg. Dat gaat snel. Dat is veel te snel. Wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? Ik heb eten nodig, meer eten. Nou, heb ik eten? Nee, ik kan geen eten hebben. Ah, ding is, oké. We gaan weer terug. Oh, ik kom ook precies uit nu. Oh, ik heb ook nog aardappels, zeg. Aardappel. Dat is wel chill. Moe. Chillings. Eens kijken. Zo, eet een brood. Want dan ga je niet dood. Oh, help. Wie schiet daar? Oh, jij daar. Skeleton. Oh nee, Gij zal toch. sterven. En Toch ik niet zal een skeleton. overwinnen. Tom, ik heb kool gevonden. Nou, dat vind ik echt heel cool. Vind ik echt heel cool.
Ik dacht die zeggen coltastisch, maar nee. Nee, dit keer niet. Minder voorspelbaar deze keer. Ja. Kijk, hou deze stok nog even vol. Ja, die stok houdt het al vol. Jawel, komt die precies dit uit? Dit is echt een mini ravine, maar dat maakt niet uit. Ja, geweldig. Ik heb in ieder geval dingen. Oh. Ja, wow, wow. Ineens flikkert een zombie naar me toe. Ik sla hem helemaal dood, zoals ik het ook deed met andere dingen. En oh god, ik ben nu alweer bijna het eten weg. Oh. Ik ben er geen eten. Oh. En ik heb nog geen edderkasteel. Nou, dat is mooi. Moet je lekker lang zoeken, Tom. Zoek maar lekker lang ernaartoe. Ja? Nou. In ieder geval, maar dan dat als ik hem niet snel vind, dan betekent dat jij hem ook niet snel gaat vinden. Weet je, ja. Misschien ook wel hele speciale manieren daarvoor die niet cheaten zijn. Oh. Even voor de duidelijkheid. Ik dacht al, wat krijgen we nou? Huh? Een tweede deel van de ravine? Ja, dat klopt, ja. Er is een tweede deel. Eens kijken, hier kan ik nog lopen zonder dat ik dood ga. Dat is natuurlijk wel fijn. Ik ga even voor de stenen pickaxe. Een steen en houweel, sorry. Ik haal alles door elkaar. Nee. Zeg je steen en pickaxe en dat klinkt zo niet, weet je wel? Nee, klopt. Ik hoor mini pigman. Die daar zweeft. Jee, Tom, ik haal XP'tjes binnen, maar ik heb geen eten. Dat is jammer, wil je een aardappeltje van mij lenen? Nee, ik hoef je soortgenoten niet. Oké, daar moet vast een kasteel zijn, ik voel het. Ik voel het aan mijn aardappels. Dat vind ik een mooie, mooie uitspraak. Ik voel het aan mijn aardappels. Een guest hier. Wat gezellig. Vind je niet erg... Oh, ik heb een boog meegenomen. Ik heb een boog meegenomen met 10 pijlen. Dat moet genoeg zijn. Je hebt gasten, Tom. Ik heb een guest. Ja. Gezellig, hè? Jee, Tom. Maar deze gast... Raden wat ik heb gevonden. Deze waar gasten... ik nu heel blij mee ben. Waar ik eigenlijk niet hoort te zijn na deze tijd. Wat? Iron. Of ijzererts. Sorry. Oh, nee toch. Ik kom echt... Daar moet ik nu blij mee zijn. Het is zo slecht. Maar dat... Ja... Alsnog. Ja, ga een feestje vieren. Ik hou je niet tegen hoor. Nee, doe je dat niet? Gun jou jouw momentje even. Tom, heb jij een timer trouwens? Een ja, ik heb wel een klokje naast staan. Oké, wacht even. Anders, jongens, het kan zijn dat jullie even geen beeld hebben. Ja, dat klopt. Ik zeg dat we nu 5 minuten onderweg zijn of zo. Is dat goed? Oké, en er is weer beeld. Of tenminste, laat, ding. Ja, er is weer beeld. 5 minuten onderweg? Even OBS heb ik even bovenaan gezet. En hoe lang zijn we bezig? Dan hou ik het bij. We zijn nu... 8 minuten bezig. Oh, oké, dan hou ik het. Dan is het wel een mooie tijd. Ja, daarom. Dan zitten we lekker op schema. En ik heb nog meer armen gevonden. Kijk, meteen ga ik helemaal Speedy Gonzales, man. Ja, dat is ik ben... op school moet doen nu. Want ik heb alles aan het begin van het jaar verkloot en zo. En nu ben ik ineens van, wow. Ik sta over uur achter voor. Frans. Nee. Wat? Goeie cijfers voor Frans. Ja, maar dat is Frans. We hebben huigen. Nee, ja, niet juichen, we hebben huigen. Ja, dat is. Nee. Maar ze is wel enger dan Louis van Gaal. En dat is best moeilijk. Oh, kijk, hier ben ik. Tada. Tom. Ja? Het is best moeilijk om enger te zijn dan Louis van Gaal die huigen. Of juichen zegt, weet je wel. Ja, dat is wel een beetje creepy hoor. Ja, daarom. Dus dan... Huigen is best wel eng, dus. Ja, dat is eigenlijk... Dat bedoelt die dadelijk te zeggen. Huigen is een beetje best wel eng. Ja. Mijn zusje komt binnen. Hallo, zusje. Hoi. Zeg heel blij. Met een gezicht. Ah, niet lachen. Je hebt een beugel. Je mag niet lachen. Jee. Bijna lachen. Ja, nog 2 weken. Maar mag ik verder? Nee. Oh, shit. Tom, ik mag niet verder van mijn zusje. Help. Oké. Die dus zusje commandeert hem. Oh jongens, weer problemen met computers. Zo stierig ben ik alweer niet. Maar die er wel. Wat? En? Jee, mijn opnames zijn weer terug. Ik heb echt soms zwarte schermen. Heb ik... Ah! Oké, dat was een hele mannelijke gil. Ja, dat dacht ik ook al. Zo van, wow. Ja. Ik heb echt in Minecraft heb ik zo'n gilletje als zo'n mogol. Gilletje, kijk. Dat klinkt al heel slecht. Dus vandaar. Wat? Gilletje. Nou, hoe moet je het anders noemen? Een geel? Want dat was ze van... Ah, echt geel. Maar dan wordt mijn moeder wakker.
Een gele geel. Uit haar nachtslaap. Oh nee, winterslaap wou ik zeggen. Maar dat ging mislukt. Het ging mislukt, Tom. Ik kan echt gewoon niet Nederlandse. Nee, wat dat vandaar dat je proefwerk verbouwd hebt vandaag. Ik weet niet hoe het is gegaan eigenlijk. Hoe ging het bij jou, proefwerk? Het ging wel. Ik had de vragen wel beantwoord. Of het goed was, dat weet ik niet, maar zo. Nou, je hebt ze in ieder geval beantwoord, weet je wel? Dat is stap 1. Ja, beantwoord de vraag. Stap 1 is denk altijd na over de naam. Dus je en, moet eerst beantwoorden, dan moet je pas kijken of het een goed antwoord is. Hey, een guest hier heel dichtbij. Weet je wat? Bel. Die mis is. En die bels. Die hoort raak te zijn en die is ook raak. En nu is hij dood. Jee. Waarschijnlijk is wel. Weet je wat echt voordelig is in Minecraft singleplayer? Nou. Geen lag. Ja, klopt. Nou, ik heb in de Nether net dat ik net een beetje lag, maar nu is dat ook weer weg. Eens kijken. Heb ik hier. Ah, die guest heeft wel zijn spul gedropt hier. Nee, hey, even. Ik ben aan het opnemen. Hier. Even niet. Pap, leg het ding neer. Mijn vader komt ook binnen. Hele familiereunie hier. Ja, we zijn ook zo lang weg geweest. Dan moet ik eigenlijk mijn netherboard weer terugvinden. Wel handig. Oh, hier ben ik net geweest. Ik kan me nog goed herinneren. Ik kan me nog goed herinneren. Het was 1962. Ik weet het nog zo goed. Mijn hondenhok was leeg. Heb jij een hondenhok? Nee, ik heb katten. Ah. Eén is echt een Mogol. Die was eerst bang voor zijn speelmuisje. Oké. Okay. zo erg was hij. Ik ben lekker iron aan het omsmelten hier. Waarschijnlijk had die daar zo'n heel misvormd wezen voor hem gekocht of zo. Nee, hij ziet er wel schattig uit en zo, weet je wel. Maar het, ja. het is echt zo'n hele domme kat, weet je wel. Echt. Oh, van, wow, jij bent dom. Ja, dat dus. Oh. Oh ja, dat gevoel ken ik ook altijd als ik naar jou kijk. Oh, nee, grapje niet, hè. Dat was een grapje. Niks persoonlijks, hoor. Ik zie hier een guest. Een gast. En die blaasde mij een beetje op. Kom je lief. Tom, maar ik heb geen eten. Ik trek me terug naar de basis. Oh, fucking hell. Ik viel, Tom. Pel is mis, maar deze is raak. Nee, ik ga toch niet terug naar de basis. Ik heb, Tom, mijn ravine is al op. Ik moet weer op zoek naar nieuwe caves. Nee. Dit is ook best wel kut, want dit is nogal diep. Het gaat best diep. Ik ga even hier omlaag mijnen, denk ik. Zoiets. Zoiets is eigenlijk wel mooi. Zo, en dan gaan we hier omlaag. Kijk. Ik bespaar de tijd, want ik moet heel snel, veel sneller zijn dan Tom. Wat dus niet. Ik ben al meteen aan het omsmelten van allerlei dingen. Wow. Wat had ik nog meer om te doen? Ik ga hier echt op mijn dodo. Door je gemakje en komt hier ineens langs sprinten. Ze van, wow. Nee, jongens, ik ga helemaal niet meer voor de stenen. Ik ga voor de iron pickaxe. Oh, dat had ik in de vorige keer ook. Daar ben ik nu al, Tom. Doe maar. Oh, zo. Dus. Ja, ik voel het. Hij hijgt in mijn nek. En maar Tom. Ja? Wat vind jij nou van Wilders? Wilders? Nou, ja, wat hij laatst heeft gezegd over Marokkanen zou je nou, weten. Nou, ik zeg doe maar iets Wilders, maar dat ligt wel aan mij. Tom, serieus. Oh wauw, dit is. Dat is ook zo'n slechte grap laatst zo. Van had ik ergens gezien. Oh. Ik viel in het vuur, maar ik ging niet in de fik. Ik ben niet on fire voor de mensen die dat dachten. Nee. This Tom is on fire. Ja, dat viel best wel mee. Ja, dikke zangkunst hier ook. Ja, dat had ik net ook. Ik heb net een video geopneemd. En daarin had ik ook hele mooie zangkunsten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik kan niet zingen, maar ik kan best wel snel dingen bedenken, laat maar zeggen. Zo van, wow. Van, oh, dit is een leuk nummer, alleen je kan niet zingen. Daar komt het een beetje op neer, zo van. Ja, zo. Het is een hele leuke parodie, maar dan... Oh, wow, ik zit met verkeerde pickers. Heel leuk nummer, maar dat je het gewoon denkt van, oh nee, die moet echt stoppen met zingen. Ondanks is het een leuk nummer, het maakt niet uit, het is gewoon lelijk. De zang, ja, zo ongeveer, ja. Daar komt het een beetje op neer. Wow, eigenlijk herhaal ik nu gewoon wat jij hebt gezegd, maar dat maakt niet uit. Ja, voor de domme mensen onder ons. Minder slimme, Tom. Blijf okay, positief. Oké, we houden het positief. Minder slim. Jij Tom, kan ik ook heb niet nog 5,5 hartje en ik heb geen eten meer. Of wacht even, ja, 2,5 foodbar nog. Maar ik moet hier even heel snel van woef wegwezen. Oh, hier ligt het spul van de guest. Oh, het gunpowder is altijd wel leuk, hè. Oh, lachen. Lachen, man. Dat is geen ding gevonden, zeg. Dat is wel... Oh, nog een guest daar in de verte. Jongen, ik vind die guest... Oh, er viel ons om je Pikmin uit de lucht. Dat is ook niet leuk.
Van wow, uit de lucht. Ja, hij viel eigenlijk in lava, maar die zombie pigments kunnen daar tegen, dus dat maakt niet uit. Ja, dat is wel kut. Oh, 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 oh. Die gaat eerst even slapen. Van, hi. Hoi. Nou, ik ben alweer door mijn aardappeltjes heen, dus ik vind eigenlijk ook wel binnenkort een nette kasteeltje mag vinden. Ah, hier Creeper. Is hij. Oké, snel. Dit hier, daarin. Daarin. Werkt een beetje. Ja, ik heb mijn render distance best ver staan, dus ik zou er toch een keertje eentje moeten zien. Tom, ik ga nu al voor de dubbele chest. Oh, want... gevonden! Wat? Een netherkasteeltje. Sowieso. Ja, dat heeft me in totaal al vijf... Tom, weet je wat best wel moeilijk is? Een creeper verslaan zonder dat je genoeg eten hebt om te sprinten. En met een stone sword. Dat is inderdaad best wel kut, ja. En dat moest ik net. Gelukkig heb ik heb ook nog een spin verslagen. Oké. Spider Dide. Spider-Man, Spider Dide. Ah, oh, het duurt lang. Kan niet snel lopen. Twee woorden, 9 letters. A, B. Ja. Nee, ik ga... Dit is best wel dodelijk voor mij, wat ik nu soms moet doen. Don't try this at home. Lijkt mij wijs worden. En vanmorgen hebben we best wel een chill dag, hè? Heb je dat ja. Gezien? Wel chill. Maar normaal, laat me zeggen, het maximale wat we kunnen hebben is 1 tot 8. En het 8e is dan geëindigd om 4 uur. Alleen, nu hebben Tom en ik... 1 tot 5 met 2 uur gym erin. Yay. Holy shit. Ik zie een witch met een nat pak. Aww. Oh. Aww, oh, dat is vies. Aww. Oh. Hoe is hij opeens nat geworden? Vertel dat vraag. Hij viel in... Hij was, laat me zeggen, soort van in de... Wat? Oh nee, wacht even. Oh, ik ben al boven. Hij was in het water. Ik dacht dat ik een koe zag, maar het was een zwarte schaap. Oh, dat is eerste blaze. Ik discrimineer zwarte schapen, Tom. Sorry. Oké, okay, ik moet echt hodig... No, hodig, wauw. Die is helemaal in de... Nodig eten nodig. Hard eten nodig. Dat was het. Hard. Hard. Die houdt wow, van hij hard. Heeft hard eten nodig. Ja, zo hard. Die houdt... Ik ben wel echt van de wow vandaag. Wacht even, we zitten op 17 minuten. Hoe laat is het? Ja, nog 3 minuutjes. Het is nu 8 voor. Dus nog tot 5 voor en dan is het mooi geweest. Hè. Ja. Oh, bedenk is hier. Wat zit erin? Gold horse armor. Oké. Okay. Daar heb ik echt veel aan op een eiland. Ik wil een appel. Nee, ik heb wel een paard daar, dus. En hier staat de blazer, als het goed is. Ja. Ik wil een appel. Appel. Ja, hier is alle bomen nu. Oh, een skelet met een Nashalm boog. Wat? En een. Nee. Rustig, jongens. Ik sta aan de fik. Ik sta aan de fik. Ik ga dood zo. Niet dood, jongens. Nee, oké. Ik ga niet dood. Dikke spannende verhalen bij Tom. Ik ga niet dood. Oh, mijn jongens. Alsjeblieft. Geef me een appel. Jee, dat kan ik weggooien. Tom, ik heb nu ook 2 hele bomen weggehaald. Jee, prestatie behaald door het vuur. Tom, ik heb geen appel. En ik heb echt honger. Ik heb er nog maar 4 van die dingen over. Ah. Wacht even, wat heb ik nog meer nodig? Ik heb nog melk nodig. Dan kan ik een cake maken, eventueel. Als die koe er nog staat, en dat weet ik niet. Ja, die koe staat er nog. Nou. Maar dan heb je 2 melk nog nodig. Hé, hey, ik wil die bot eigenlijk. Dat is eigenlijk wel fijn. Maar kan je online... Moet je even wachten met... Ja, wacht even, ik ga gewoon... Ja, man. Oh. Ik ga even de coördinaten opschrijven van dit kasteeltje. Dit doet maar. Wat had ik nodig? Oh ja, dit. Gaan even. Zo, hoppakee. Even, een emmer. Nog een emmer. En we gaan gewoon even voor de cake, jongens. Oh, moet... oké. Okay. Oh ja, dat is ook een prestatie, hè? Ja, daarom. Oh ja, ik dacht al van... Ik denk van, oh, dat is toch wel handig om, weet je wel, om te hebben. Ja, want ik heb het nu echt hard nodig gewoon. Echt gewoon hard van heel oh, hard. Ik lagde opeens. Toen viel ik opeens heel zo. Van, ik liep naar beneden en toen opeens was ik gewoon beneden. En toen dacht ik van, huh? Hoe de fuck? Wat? Oh, ik had trouwens, zat ik een beetje spotje Skywars te doen. Weet je wat er gebeurde? Nou. Ik plaats blokjes. Ineens glitchen die blokjes terug. Of weg. Huh? Ja. Oh, yo. Je kan gewoon oneindig melk halen uit koeien. Ja, klopt. Ik dacht dat het ook net zoals... Als je ze wil laten dingen ze. Dat ook een tijdlimiet had. Maar dat was helemaal niet zo. Lol. Oké. Hé, wacht even. Dan kan ik een
bijna een cake maken. Coördinaatjes, waar sta ik die opschrijven? Ik denk een nieuw blaadje ervoor. Kom op. Ik heb meer nodig, jongens. 2, 5, 0. Win. Nou, ik kan bijna een cake. Wacht even, hoeveel eieren heb je nodig eigenlijk? 2 volgens mij. Tyfus? Weet ik niet. Of 1. Het was, iets was 1. 2 suiker, 1 ei, 1 melk. Nee, 2 melk was het toch? Ja, nu zit ik goed na te denken. Het was sowieso 3 van een broodje, weet je wel. 3 wiet aan de onderkant. Ja. Dat was sowieso. Het was mij bijna helemaal vol. Of helemaal vol zelf. Ja, het was helemaal vol, maar... Ook al niet meer rennen, zeg. Nou, ik weet dat er 2 melk waren volgens mij en dan de rest moest dan eieren zijn. Maar dat zijn er veel! Dat heb ik ook niet. Tering. Zal ik je nog even verder geven om je cake te maken of zullen we het afronden? Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooi, mooi einde. Waar ik ook wel een heel veel naar huis. Als goed. Oh nee, shit, ik zat te rennen. Kijk hem. Oh ja, hier is mijn huis. Ik heb, laat me zeggen, nu wel een cave, maar die is alweer helemaal leeg. En ik heb 1 koei. Ja, hier is het. Hier is het. Tom, heb jij koeien? Oh, kut. Kutcast. Kutcast. Dit komt echt heel slecht. Uit. Dit komt echt heel slecht. Uit. Ik heb 2 buskruid, Tom. 2,5 hart en ik ben veilig even. Oh, dat zou toch een leuk einde zijn geweest voor mij, zeg. Is Tom dood gegaan een keer? Als dat niet gebeurt deze aflevering. Ben ik toch aardig. We hebben melk, we hebben een ei. Ik zoek nog even op wat je nodig hebt voor... Voor een... Hoe heet het? Hopelijk is het niet nacht. Voor een... Kijk, jongens. Please, ik donder de hele tijd de trap af. Dat is echt gewoon een van die dingen die niet handig zijn. Om ergens van af te vallen, weet je wel? Dat is zo niet handig. Nee, dus, klopt. Tom, ik ben aan het afsluiten. Oh, wow. Okay. Je moet een keer alleen een broekje aan. Het zit veel te hoog. Geweldig. Maar in ieder geval, mensen van Geen Kanaal en Boxplot Gameplay natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van die geweldige, coole aflevering. Dat en was... mijn beeld flikkert er weer uit. Het heeft er echt geen zin in vandaag. Waarom dat nou? Ja, de beveiliging en zo. En pop-ups van Windows. Oh jee. Zeik. Dus, in ieder geval, mensen van Boxplot Gameplay en Boxplot Game Kanaal. Boxplot Game Kanaal, mooie combinatie. Boxplot Game Kanaal. Ja, like en abonneer, vooral. Subscribe. Subscribe. Lekker commercieel, daar is het eind van elke aflevering toch voor. Lekker commercieel zijn. Lekker commercieel zijn. Zo. Nou, Tom. Doei, mensen. Ja, dat was heel tof. Heel tof allemaal, dag. Doei.